Zeg pap, wanneer is het licht in het heelal nou eigenlijk aangegaan? Dat vroeg mijn 4-jarige zoontje me vroeger een keer toen hij aan het spelen was met het licht. Ik zei toen, dat weet ik niet, maar dat gaan we uitzoeken. Dat is eigenlijk heel bijzonder dat een kind van 4 iets kan vragen wat de mensen met de beste high-tech apparatuur nog nooit hebben uitgezocht. We weten eigenlijk maar heel weinig van het vroege heelal. Wat we met LOFAR proberen is op die vraag een antwoord te vinden. Dat doen we door radiogolven te bekijken die meer dan 13 miljard jaar geleden werden uitgezonden door al het waterstofgas in het heelal. Dat waterstofgas werd opgewarmd door de allereerste groepen sterren die toen ontstonden. En radiogolven zijn eigenlijk gewoon heel lang licht en ze reizen dus ook net zo snel als licht. De radiogolven die wij nu ontvangen van dingen die miljarden lichtjaren ver weg staan, die geven ons een indruk van hoe het heelal miljarden jaren terug in de tijd eruit zag. Nou, en hoe bekijken we die radiogolven nou? Een radiogolf die daar vandaan komt, die komt zo schuin binnen en die komt eerst bij deze antenne, vervolgens bij deze antenne en als laatste bij deze antenne aan. En door precies te meten hoeveel later zo'n golf aankomt, kunnen we uitvogelen uit welke richting hij komt. Nou, dat geeft ons één beeldpunt van onze radiofoto. En op die manier scannen we de hele hemel af en kunnen we de hele radiofoto inkleuren. En op zo'n radiofoto is een hele hoop te zien. Melkwegstelsels, ontplofte sterren, maar ook aardse dingen als vliegtuigen of elektrische apparaten. En al die dingen moeten we van die foto afhalen voordat we die zwakke dingen uit het begin van het heelal zien. Alles bij elkaar is dit een hele uitdaging. En wanneer het licht is aangegaan in het heelal, kan ik mijn inmiddels 12-jarige zoontje nog niet vertellen. Maar we komen steeds een beetje dichterbij. ASTRON is the Netherlands Institute for Radio Astronomy. What do we do? Well, our mission is to make discoveries in radio astronomy happen. And we do that by building, designing and operating fantastic radio telescopes, which are used by Dutch astronomers and by our colleagues all around the world. Radio astronomy is where we use the radio waves to map the universe. We're out to answer some of the biggest questions that we have as mankind. Where did the universe come from? How did it form? How does our star even form, our sun? To make discoveries in radio astronomy happen, we need the most sensitive radio telescopes. And astronomers push us to innovate and develop new systems. And the most exciting system currently in design is the Square Kilometer Array. This will be a global telescope shared between nations and built on a site in Western Australia and one in Southern Africa. Now ASTRON, because we have the low frequency telescope, LOFAR, we are contributing a lot of the expertise from technology and science to help deliver the SKA. History has shown that radio astronomy has made some innovations that have transferred to our everyday lives. And with the Square Kilometer Array, we expect that to generate something like 1,000 terabytes of data per second. Now we have systems, we're designing systems to cope with that torrent of data. If we can process that much data so quickly, imagine what it will do for our everyday lives. So ASTRON has a great future in developing our own novel telescopes and working with our partners worldwide. And personally, I'm excited to see what else we can discover. As our telescopes and instruments get better and better, it's amazing what the universe will open up to us to see.